Yo, van nou, ik ben er wel als video. Deze 22 november zijn we weer een nieuwe aflevering van Wat een Internet. De afsluit naar de feestmaand. En vandaag gaan we reageren op de 21 stomste cadeau die mensen ooit gekregen hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Je ziet nog een kleine tekst staan. Dus let's go. Ho, 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 Merry Christmas. Kerstvier met Remco en Passie. Ja, mensen, op deze 22 november zijn we weer met een nieuwe aflevering van deze serie. En ja, aflevering, weet ik veel, 3 of zo? 3? Wait for it. Ja, 3 alweer. Dat gaat snel. En vandaag gaan we reageren op de 21 stomste cadeaus die mensen ooit gekregen hebben. Iemand zegt van, 22 dagen geleden. Hoi, een tijdje geleden vroeg ik iedereen in deze blogpost wat een stomste cadeau is dat ze ooit hebben gekregen. Er staat een vet grappige inzending bij, dus heb ik er maar even een winactie van gemaakt. Haha, hier alvast een eerste greep uit de geantwoorden en kijk onderaan wat je kunt winnen. Mijn speelgoeddwel voor mijn 60e verjaardag. Ik mocht het cadeau niet aannemen van mijn moeder. Hoe? Oké. Een gitaarcatalogus. Met Sinterklaas, ik had een maand daarvoor al een gitaar gekocht. Oh. Juist. Ik vond de weekplanner wel beledigend voor mijn chaotische hoofd. Oh, dat is sneu. Ja. Skippenbal voor mijn 17e verjaardag. Ja, dan kan je alvast skippen in. Nee. Pak niet, hè. Maatverband, ik was 11 en ik had nog 9 last van. Nou. Dat woord hoef ik niet te zeggen, zeg maar. Dus ik ga het ook niet zeggen wat hier staat. Rookmelder. Nou, slim. Als je bijvoorbeeld op jezelf gaat wonen, zeg maar. Dan is het wel slim. Ik kreeg op mijn 14e verjaardag een Barbie hemd. En onderbroek van een tante. Ja. Een pyjama. Nou, mooi toch? Je moet tevreden zijn met je krijgt, toch? Een kamer bezig gehad op mijn verjaardag. Dat kan nou iedereen een keer gebeuren. Nog nagelvel. Ja, daar heb ik ook weinig aan natuurlijk. Als dat het enige cadeau is, ja, dan zou ik zeggen van ja, dat is weinig. Een afwasstel met allemaal voor roest gebruikte gereedschappen. Ik ben 6. Ja, je moet het van leren. Je moet, ja. Peper en zout ingepakt in een oude trui. Nou, niet verkeerd toch? Een stuk kaas voor Sinterklaas. Ik dacht eerder dat het een mazzelpijn was. Oh, lekker toch? Misschien kaasschimmel. Met kerst een kalender voor dat jaar. Ik kon hem dus nog een week gebruiken. Ah. Zelfgemaakte ongeldige cadeaubon. Ja, dat is ook niet heel erg toepasselijk. Het lijkt 4 frikandellen in een boterhamster. Wat? Nou, dat lijkt me helemaal, lijkt me heel erg, Een LP, terwijl ik geen LP spelen heb. Nou, dat is ook wel. Ja. Mijn broer kreeg toen hij 6 werd, een zak uien van een oom. Ik zal dit nooit vergeten. Een zak uien, dat is wel raar. Ja. Ja. En ik moet een keer nieuwe stemmetjes toevoegen, je weet het. Een stekje van een paprika plant, terwijl ik een paprika allergie heb. Waarom ik die ook gebruikt, weet ik ook niet. Maar ja, dan moet je vooral niet gaan... Niet likken! Nee. Nee. Kruimeldief op moederdag. Nou, dat is niet echt lekker. Nee. Verdige stickers van de Action toen ik 12 werd. Oh. Ja. Ja. Wil je nooit meer last hebben van stomme cadeau die je toch meteen dezelfde dag in de vuilnisbak dondert, gebruik dan voortaan gewoon Bonenbliss. De ideale app om de perfecte cadeau te geven of te ontvangen. Daardoor kun je gewoon namelijk gewoon zelf je eigen cadeaus of droom invoeren. Vervolgens kunnen al je vrienden, familieleden of collega's geld inleggen om dit te verwezenlijken. Wat is dat voor woord? Dan krijg je dus tenminste iets waar je wel op zat te wachten. Haha, bijvoorbeeld een vette winterstrip met je vrienden. Dat zou zeggen zonder snoer of een e-bike voor een van je vrienden die nooit doorfietst. Wat zou jij
echt graag een cadeau, een keer cadeau willen krijgen. Ik maak een droom aan. In Bone & Bliss deel me op zootje met Hexes Kakio of Hexes Bone & Bliss. En dan maak ik 5 grappers op met originele cadeau mensen de kans om een gratis hoodie uit de Kakio shop. En benieuwd, haha, doei. Nou mensen, dat was een beetje de hele reeks. De volgende aflevering gaan we sowieso weer verder. Doei.